tijdens het starten. Jongens, en speciaal voor jullie is er nou even muziek en kun je even uitrusten. Doe je shirtje maar vast aan voor de prijsuitreiking dadelijk. Gaan we in staat van paraat heet? Ja, wat gaan we doen, joh? Wat is boccia? Boccia is een spel voor mensen met een beperking die het lijkt op jeu de boule. En we spelen afwijkend met hele zachte ballen die ongeveer 275 gram wegen. Zo worden er dus 6 ballen rood en blauw gespeeld. Dat noemen we een end. Als er individueel gespeeld wordt, dus 1 tegen 1. Wat momenteel hier dus plaatsvindt, dan zijn er 4 ends. Dat wil dus zeggen dat 4 keer dat elke speler 2 keer de witte bal mogen uitgooien en hun spel moeten bepalen. Bij dit spel is ook mogelijk dat iemand die geen handfunctie meer heeft en eigenlijk alleen nog maar met zijn hoofd kan bewegen, kan spelen, dan krijgt hij een hulpstuk, dat noemen we de goot. En een persoon die met de rug naar het veld zit, beweegt de
op aanraden van de speler, de goot zodanig dat hij de bal zo dicht mogelijk bij de witte bal gooit. Deze wedstrijden duren, als we in de competitie spelen, ongeveer 45 minuten tot een uur. De grootspelers hebben zelfs wedstrijden van een uur tot een kwartier. En hebben dus ook die sportassistent, zoals wij dan de begeleider noemen. Ja, dat is, ja, daar ben ik volop voor in training. En dat is een van mijn grootste dromen. Zo niet de grootste. En daar ben ik nu volop voor in training. En ik doe er alles voor om dat te halen. Heel veel trainen. En iedere dag, als je traint, 100% geven. Want als je 99,5 geeft, dan kom je er niet. Fireball.
Ja, keileuk. Keileuk. Dat moet ook, hè? Zijn jullie reserve vandaag? Ja, we zijn als reserve. Mag je erin? Ja. Heel goed. Je bent eruit en toch ben je erin. Ja, hè? Ja, precies. Ja. Hey, veel plezier nog, hè? Ja, dankjewel. Doei. Fireball. Het zit er weer op, hè? Paren Games 2015 is altijd jammer. Het is een geweldig mooi evenement. Ook dit jaar weer hier op de Vantitrein. Hartstikke mooi weer. Gelukkige mensen. En dat, is, ja, dat vind ik zo mooi in dit evenement, die Paren Games. Het voetballen, het biljarten, maakt niet uit welke sport. Degene die wint of verliest, ze zijn enthousiast. Ze gunnen elkaar van alles. Het is gewoon een prachtig evenement. Dus de gemeente, samen met mijn collega Menno Roosendaal en ik, nou, we vinden het geweldig om hier de prijs te mogen uitreiken en het evenement bij te wonen. Ja, ik hoop dat het volgend jaar weer net zo'n succes wordt voor de 9e keer. En dan op naar de 10e keer. Ja, dit is echt iets wat we moeten koesteren. Het is geweldig mooi. Mensen, allemaal hartstikke bedankt. En tot volgend jaar. Dankjewel. Fireball.